Mensen, graag aanwezigen, van harte welkom. En leuk dat jullie er allemaal zijn op onze wintershow. We hebben wat te vieren. We bestaan sowieso dit jaar 55 jaar als de vorm. En we hebben al een aantal jaren onze beroemde wintershow. En dat is ooit begonnen met een 800 bezoekers. En dan moet je nu eens kijken, we hebben dit jaar 6,5, bijna 7000 bezoekers deze dagen ontvangen. En dat vinden wij leuk. Wij hebben graag contact met onze klanten. Wij vinden het leuk om de ervaringen even uit te wisselen zo aan het eind van het jaar. En we zijn jullie ook dankbaar voor hetgeen wat jullie voor ons gedaan hebben. En dan doen we graag iets terug. Als je ziet hoeveel mensen er zijn en als je dan ook ziet hoeveel boerenkool er doorheen gegaan is. En we zouden daar een 3 euro per bordje voor vragen. Dan denk ik dat we er nog veel meer feest van zouden kunnen maken. Maar dat doen we niet. Wij willen gastvrij zijn en je moet gewoon met een goed gevoel naar huis. Dus die boerenkool die blijft gewoon gratis. Elk jaar proberen wij nieuwe klanten voor Vint te interesseren. En het is ons dit jaar gelukt om een hele mooie, leuke, nieuwe klant binnen te krijgen. Daar hadden jullie al iets over gelezen. Mag ik uitnodigen is om even bij mijn podium te komen. We hebben hier Gert Postma. Jullie kennen iets van het schaatsen en van mijn zijde uit is diep respect voor hetgeen wat je op de ijsbaan hebt laten zien. Maar wat doe jij hier en waarom heb jij een vent gekocht? Ja, waarom een vent gekocht? Een vent is natuurlijk een prachtige trekker en ik was om een jeugd te zijn en was daar iets nieuws toe. En het is natuurlijk al op zo'n moment ga je denken van wat zou goed voor mij kunnen zijn. Kijken ze naar je boekhoudrapporten en je ziet waar kosten zitten. Je kijkt naar de dieselkosten en naar machines en waar je naartoe wil. En ja, toen kwam er eigenlijk toch wel dat ik in de vent geïnteresseerd raakte. Nou, mevrouw Annie die zei van ja, dat is misschien wel een goed idee, want het is een mooi bijzonder product. En dat geloof ik dat het wel heel zo mooi zijn. Ja. Dus jij hebt op bedrijfseconomische reden eigenlijk voor het merk gekozen. En de emotie die kwam ook van je vrouw vandaan, omdat zij uit Beieren komt en zegt van alles wat uit Beieren komt is goed. Ja, dat is natuurlijk niet altijd zo, maar anders had ze niet voor een Hollandse markt gekozen, maar... Zo is het. De knappe kerels die lopen wel, dat zien we hier overal natuurlijk, maar de knappe kerels lopen in Nederland. Dat heeft ze heel goed gedaan. Maar, waar is Annie? Annie die zit nu thuis en ik denk dat ze nu een beetje baalt, want ze had er ook graag bij willen zijn, maar... Ze had nog een afspraak vooral staan en dat is op dusdanig manier uitgelopen. Dat is, ze kon het niet halen om hier bij mij nu te zijn. Dus dat is heel jammer. Maar aan de andere kant, ik kan nu zelf een trekker eruit rijden. Jij krijgt geen discussie van wie mag. Dat heb je heel slim gespeeld. Jullie zijn dinsdag ook al even geweest en heb je al even kennis gemaakt met de firma. En toen hebben jullie samen ook al het publiek gezien en Annie zei ook al, het is druk, we moeten het ertussen proppen. Maar het is jammer genoeg iets uitgelopen waardoor dit niet kan, maar wij zijn wel heel blij dat jij er bent. En dat is gewoon hartstikke super. Wat was jouw idee dinsdag al toen je hier met de zaak was? Nou ja, het eerste is toch wel, kijk, als je die trekker, ik had hem al gezien op het publiek. Maar ik had al even op gereden, maar als je hem al ziet en dat is dan jouw trekker, dan krijg je wel heel veel zin in. Dus ik had helemaal al zin om hier weer even mee. Ja. Nou, dat vinden we leuk om te horen. Mensen, hij vertelde dinsdag al, misschien kom ik morgen wel even terug. Want ik wil eigenlijk niet dat de kras opkomen. Ik ben nou zo blij met mijn vent, ik kon er goed op passen. Maar wij hebben er ondertussen goed op gepast. Waarvoor ga jij die trekker gebruiken? Ik wil maar heel veel werkzaamheden. Echte allrounder van de sprint tot aan de lange afstand, zeg maar. Ja, ik denk dat op deze trekker dat ook aan kan, maar hij is sterker en hij is toch nog redelijk compact en handig. Kun je iets vertellen over het bedrijf wat jij hebt? Want kunstbestrooien, ja, dat kan ook met 8 aarde en 7 hectare, maar voor mij heb jij er iets meer. Nou ja, ik heb een melkveehouderij en we hebben 250 koeien. Koeien. We hebben het doel om daar meer van te maken. Het werk is zeg maar ook eigenlijk wel overvloed daar. Dus we proberen snel te gaan werken. Nou, wij zijn ervan overtuigd dat wij
voor jullie informatie, we hebben er twee ingeruild. En dat waren twee van andere merken. Het was geen Vent, het is de eerste Vent voor is. En wij zijn ervan overtuigd dat jij met één trekker net zoveel kan als met die twee van het andere merk. Daar geloven wij, zeker in. Mag ik wel vragen, het is misschien een persoonlijke vraag, maar ja, Annie is er niet bij. Hoe oud ben jij? Ik ben 38. En dan moet je eigenlijk op je 38ste, dat is aan één kant heel positief, en je hebt natuurlijk nog heel lang, maar pas op je 38ste mag jij dus een vent gaan rijden. Ja, ja, je moet er natuurlijk ook mee sparen. Ja. Dat dan weer wel, dat dan weer wel. Nou, we hebben dinsdag al gesproken en we zeiden één ding, je kan je nu qua mechanisatie niet meer verbeteren, want je hebt het mooiste product wat ons aan gaat in handen. Dus ja, verbeteren gaat niet meer, maar er zijn natuurlijk in jouw boerenbedrijf nog veel vlakken waarop jij je ook nog zal kunnen gaan verbeteren. Ik heb hier een muts voor jou. Mocht je nog eens een keer op de ijsbaan staan, want er is veel over water daar in Friesland. Met een mooie ventlogo erop. Ik denk dat je de schaatsport nog niet helemaal kwijt bent, of juist wel? Het is wel van hobby, maar ik moet een beetje dichterbij. Dat het leuk is. Ik heb ook gehoord, jullie hebben vorig jaar, een dochtertje gekregen. Is het nu ook zo dat jullie met een vader en een moeder die zulke sterke benen en sterke genen hebben, dat jij denkt dat je dochter misschien nog als eerste vrouw wordt die de Kastelen toch gaat winnen? Ja, ik weet het niet. Ik denk wel dat ze goed gaan schaatsen, maar je weet niet hoe goed. En je weet ook niet of ze er echt heel veel zin in heeft, of net zo goed geworden. Maar, ja, dat gaan we geen druk erop en anders net zo goed als de vader, dat vind ik zeker zo wel waar. We hebben hier nog iets voor Annie en dat is namens de Vorm, dat is namens Vent en dat is namens de dealer, Jos Ketelaar, die heeft natuurlijk gezorgd dat iets vertrouwen heeft in ons product, maar ook in de service, want die moet je toch weer bij hebben. En namens ja, onze distributie met z'n drieën. Hoop ik dat je deze bloemen over wil hangen aan Annie. Want ja, jij een trekker en jij een sleutel, maar ja, we denken daar komen we niet mee weg. We moeten ook even zorgen dat we bloemen hebben. Dan rest mij nog jou de trekker te overhandelen. Kan ik je nog daarbij feliciteren of heb je handen vol? En we wensen je heel veel rendement, veel rijplezier en vooral een hele mooie toekomst. En wij hopen dat die discussie over wie op die vent mag rijden nog eens overgaat als je de tweede erbij gaat kopen. Als het niet gebeurt, hebben wij iets fout gedaan. Als het wel gebeurt, hebben we het gewoon met elkaar goed gedaan. Mag ik je uitnodigen om met de sleutel, ik denk dat ik nog op het slot zit. Ja. We zullen eens kijken of die aan de praat komt. We zullen eens kijken of die de weg weet.